Wat is een moreel kompas? Het stemmetje in je hoofd dat je vertelt wat goed is en wat slecht. Dat veronderstelt dat je durft te geloven in goed en slecht. Hè? In misschien ook al waar en onwaar. En dat is tegenwoordig al vrij gedurfd om dat te zeggen. En sommige mensen zullen zeggen van nou, er zit een steekje aan je los als je dat zegt. Er is geen goed en slecht. We zijn als het ware voorbij goed en kwaad, hè? Om het een beetje Nietzscheaans te zeggen. Terwijl ik geloof dat er is geen absoluut of objectief goed of slecht. Zoals we dat misschien vroeger geloofden, van God zegt het, het staat geschreven. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat we allemaal als subjectjes op een subjectieve manier alleen maar roepen van nou, ik vind dit wel prettig of minder prettig, dit is in mijn eigen belang en dat niet. En er is geen enkel goed en slecht. Ik geloof, om het even wat duurder te zeggen, maar ik zal het toelichten, in een soort intersubjectieve moraal. Waarmee ik bedoel dat heel veel subjecten, mensen samen, het eens kunnen zijn of het eens kunnen worden over wat is goed en slecht volgens ons. En natuurlijk zal het altijd in zekere zin goed of slecht zijn voor hun. Spreken we over hun eigen belang. Maar dan nog kan je verschil maken tussen simpelweg zeggen het is in mijn eigen belang, een soort egoïstisch eigen belang, en zeggen het is in mijn belang, maar het kan ook in jouw belang zijn. Denk weer aan de natuur, het milieu behouden. Of denk aan welvaart delen. Of denk aan zorgen dat mensen niet de reden voelen om jou met een terroristische aanslag te raken. Voor een deel heb je dat in eigen hand, voor een deel niet, want willen die mensen om wat voor reden je dan ook kapot hebben. Dus ik geloof dat je in die zin, moraal is een soort overtuigingsproject. Is een kwestie van stapje voor stapje, stuk voor stuk met mensen praten, maar vooral ook daden stellen. En laten zien dat je het vertrouwen waard bent. En laten zien dat je een goede moraal hebt. Dus daarom denk ik dat zo'n moreel kompas is in eerste instantie misschien een individueel project. Jij probeert zelf vast te stellen van wat is goed en kwaad volgens mij. Maar vervolgens moet het ook iets sociaals worden en misschien zelfs politieks. Ga je met andere mensen samen de overtuiging aan en je moreel kompas het werk laten doen. Dan zitten we hier bij de School of Life. Je hebt ook cursus grote denkers. Ja. Welke denkers inspireren je hierbij? Ja, dat is een goede vraag. Bij de School of Life behandel ik dan bijvoorbeeld politieke denkers, sociologen. Marx is een grote inspiratiebron voor mij geweest. Ook iemand tegen wie ik bepaald niet kritiekloos meer sta. Maar het mooie van Marx was bijvoorbeeld dat hij ons leerde hoe we vervreemd zijn geraakt van onszelf en van onze aard, van wat we misschien ook zouden kunnen zijn. Nou, daar zie je opnieuw eigenlijk zo'n moreel kompas aan het werken. Het idee van als mensen goed zijn, dan kunnen ze dit en dat doen. Als mensen ja, slecht, dat waren niet de termen die Marx direct zou gebruiken, die zou hij denk ik te religieus vinden, te zweverig. Maar als mensen als het ware van die aard vervreemd raken van die natuur, dan doen ze hele andere dingen. Dan gaan ze elkaar uitbuiten, onderdrukken. Nou, dat zien we, ben ik bang, nog steeds in de wereld om ons heen. En soms ben je, als je in de spiegel kijkt en als je niet uitkijkt, zelf die onderdrukkende en uitbuitende persoon geworden. En Marx dacht natuurlijk na over hoe kunnen we ons daarvan bevrijden? Hoe kunnen we van die vervreemding afraken? Een hele andere interessante denker, en in zekere zin een tegenpool van Marx, is dan natuurlijk Nietzsche. En Nietzsche die juist zegt van ja, jullie staan naast jullie naasten, jullie bekommeren je om je naasten, maar je hebt jezelf niet eens lief. Durf gewoon zelf met durf, met levenskracht, met vitaliteit te leven. En dat spreekt me ook wel heel erg aan. Dat inspireert mij om over moraal na te denken, die dus niet heel zuur en bitter en belerend met het vingertje is, maar die gewoon probeert om een mooi leven na te streven. Voor jezelf, maar ook voor andere mensen. Op dat laatste punt, hoe je met andere mensen met mededogen zou omgaan, was Nietzsche weer niet zo sterk. Dus dan heb je eigenlijk twee denkers genoemd die ik al interessant vind. Maar je kan ook over hedendaagse denkers praten. Laat ik één voorbeeld noemen. Een vrouw vind ik ook belangrijk. Hè? Want het zijn niet altijd heren in de filosofie die de toon hoeven aan te geven. Danielle Allen, Amerikaanse politiek filosoof. En zij denkt heel erg na over waarom wantrouwen we vaak vreemdelingen. En de meeste mensen in een samenleving zijn vreemdelingen voor je. En hoe kunnen we het vertrouwen vergroten? Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we die kloof slechten, dat we bruggen bouwen en dat we daadwerkelijk dichter tot elkaar komen? En als ik het zo zeg, klinkt het allemaal heel erg kopje thee drinkerig en soft en misschien een beetje zweverig. Maar dit gaat weer simpelweg om daden stellen en laten zien dat je het vertrouwen waard bent. En op die manier in een samenleving dichter tot elkaar komen. En soms gewoon beseffen, oké, we kunnen elkaar niet vertrouwen. Dus laten we dan maar beter waakzaam blijven. Zo nuchter is het soms ook. Dus dat is ook een interessante politieke denker.